De opsporing van oorlogsmisdadigers is eigenlijk gebeurd uit een vorm van wraak. Justitie deed er niks mee, terwijl een groot aantal naar Zuid-Amerika was gevlucht. Toen dacht ik, dan moet ik het zelf maar doen. Wat doe je hier? Wacht als je wegkomt hier. Nooit, nooit, nooit stoppen. Eén doel nastreven en dat is die man voor het gerecht krijgen. Die informatie bij de familie krijgen. Kijk, iemand als Jack, hij was een van de eerste. Hij was een van de eerste die zich afvroeg van waarom staat hier vermist achter? We moeten toch kunnen achterhalen wat er uiteindelijk met die persoon gebeurd is. Je moet het doen ter wille van de gerechtigheid, ter wille van de slachtoffers. En toch ook om een norm tot uitdrukking te brengen. Dat betekent dat ook al ben je stokoud, je toch alsnog voor de rechter moet verschijnen. Hey, Bikke, waarom houdt u die map voor u gezegd? Vanaf jongs af aan kan ik niet tegen onrecht. Vooral omdat dat vaak een beschuldiging betekent terwijl je niets hebt gedaan.